Oké, mensen, ik moet stoppen. Het is al 17:30 geweest. Ik ben nog steeds Desiree Stokkel, maar nu ga ik even naar www.nlfschool.com, een van mijn andere websites. Daarop heb ik even uitgelegd dat de klokkenluiderswet, het wetsvoorstel klokkenluiders van de SP een discriminerend wetsvoorstel is. Werklozen kunnen namelijk geen klokkenluider zijn. Dus wanneer jij als werkloze ontdekt dat de gemeente of de uitkeringsinstantie of de reïntegratieadviseur of elke andere ellendeling die geld aan jou verdient, fraudeert met geld dat is voor jou is bestemd, dan ben je geen klokkenluider. En dan hanteert de SP, de Nationale Ombudsman, als instituut, die dus een unit klokkenluiders moet krijgen. Het huis voor de klokkenluiders komt onder de Nationale Ombudsman. En valt ook onder de wet Nationale Ombudsman. Dat betekent wel dat de Nationale Ombudsman dus boven de wet staat. En ik heb al eens eerder een video gemaakt, namelijk dat Alex Brenningmeijer mensen opzettelijk laat folteren en doden, omdat hij de waarheid niet wil vertellen over de werkwijze van politici bij de Hoge Raad, wat leidt tot een rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. En ja, je hebt het al begrepen, ook de SP is een groep ellendelingen die die rechtszaak niet wil erkennen. Zelfs niet nu het kan leiden tot terroristische aanslagen bij mij in Haarlem-Bloemendaal. Dan werkt de SP graag samen met de expertgroep klokkenluiders en de website Waarheidsvinding. Die expertgroep klokkenluiders, dat is een groep verzuurde oude lullen die mij discrimineren, omdat zij niet geconfronteerd willen worden met het feit dat een alleenstaande moeder slim genoeg was om een rechtszaak te bouwen voor ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal. Ambtsmisdrijven die beoordeeld moeten worden door de Hoge Raad in eerste instantie en laatste resort. En als de Hoge Raad faalt, dan moet je naar het internationaal strafhof. Nou, toen ik ontdekte dat de gemeente Bloemendaal de autoriteit van de rechter niet erkent en dat ministers dat wel goed vinden, toen heb ik mijn dossier opgebouwd voor die artikel 76 procedure bij de Hoge Raad en een rechtszaak bij het internationaal strafhof als die ellendige politici blijven folteren en moorden. Nou, dat blijven ze dus doen, dus ben ik die rechtszaak gestart. Nu hebben die klokkenluiders-experts in de gaten gekregen dat zij wel echte klokkenluiders zijn. Natuurlijk, ze hebben een groot probleem aan de orde gesteld. Maar dat ze de verkeerde juridische houding hebben gekozen en ook niet van plan zijn de juiste juridische houding alsnog te kiezen en op een juiste manier alsnog, laten we zeggen vanaf vandaag, het volk juist voor te lichten over hoe je moet handelen als je een klokkenluider bent. Dus de SP heeft ten eerste een schofterig wetsvoorstel geschreven. Werklozen worden gediscrimineerd. Nou, dat is weer de zoveelste keer dat de SP duidelijk maakt dat een werkloze toch eigenlijk wel een randdebiel is. En dan discrimineren, werken ze nog samen met discriminerende organisaties die niet van plan zijn zichzelf intelligenter te maken. En dan gaat de SP er dus vanuit dat de Nationale Ombudsman heilig is. Wat niet kan. Kijk, officieel kan iedereen tegen de Nationale Ombudsman ook een artikel 76 procedure bij de Hoge Raad starten. Niemand heeft daar zin in natuurlijk. En dat is vaak ook niet nodig, want je procedeert niet tegen de Nationale Ombudsman, je procedeert tegen de ambtenaren en ministers over wie jij een klacht hebt ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dus ook die klokkenluiderswet, die passeert dan eigenlijk de werkwijze van de Nationale Ombudsman totdat je bij het internationaal strafhof bent. Maar ja, dat snappen die klokkenluiders allemaal niet. Het staat op mijn website, mensen, www.desireestokkel.nl, www.nlfschool.com. Nou, negeert de SP mijn e-mails, mijn honderden e-mails. Misschien moet ik Al-Qaida maar naar het SP-kantoor in Haarlem sturen of in Den Haag of zo. Ik weet het ook niet meer. Ik heb nog nooit Al-Qaida een link gegeven met de mededeling. Jongens, ga daar eens een kijkje nemen. Maar hè, als ik nou moet kiezen tussen onschuldige burgers die op straat worden platgeschoten, of misschien eens een keer wat van die ellendige politici die toch niet werken, dan is het misschien slimmer om politici te gaan doorlinken. Ik heb het nog niet gedaan. Het is nu 17:30 geweest. Ik moet stoppen. Mijn kinderen komen thuis. Ik heb nog andere dingen te doen. Ik zal het vandaag ook niet doen en waarschijnlijk morgen ook niet. Maar ik ben die politici in Nederland zo onvoorstelbaar zat. Ik ben dat schofterige zootje dat het land zo afbreekt, zo zat. Dat ik graag zie dat jullie, SP-fans,
even gaan uitleggen wat er nu echt mis is aan die wet klokkenluidersregeling, want naar mij luisteren ze niet. Oké, het is genoeg voor vandaag. Tot ziens.